daar zo'n eigen blauw uit. Test. Oh, dit is mooi, hè? Dit lampje. Is niet te showy? Zou dat normaal kunnen? Okay, let's get this show on the road. Goedendag, Edwin. Hey, Edwin. Hoe is het? Hallo. Goed, mezelf. Anything, I brought everything. Tada! Woo! Yeah. Morgen. Hey. You want to, Mark. We probably had a change and yeah. Get ourselves. Put our gothic wear on. I have to ask where the changing room is. Do a little. Okay. Could you hear this to see? Oh, please, not yet. I don't have anything on my hair. <hands. laughs> No, wait. Nee, ja. I must go freshen up first. 3 hours later. In the beginning, do it in heel erg big. Soort 1, de 2 meter sessie van Ethica. En we hebben het onszelf weer niet makkelijk gemaakt. We zijn begonnen met we nodigen de band uit, maar de band wilde meer, de band wilde akoestisch. Ze wilde elektrisch, dus gitaren. Veel lawaai, we zien overal schotten, maar behalve dat, akoestisch en elektrisch, moesten er ook strijkers bij en moest er een koor bij komen. Het is tijd om even te praten met Mark Jansen. Mark, heb je de kop? Nee, je hebt de koptelefoon af. Ja. Ik zei al, we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, want Epica wilde niet gewoon komen, ze wilde iets heel bijzonders doen. Waarom akoestisch? Akoestisch is ook een andere kant van Epica. Epica is niet alleen hard, maar ook een softere kant. En meer. We zijn altijd een combinatie geweest van melodie en heavy gitaren, heavy metal. En de akoestische kant laat ons van die softere kant zien. En dat is eigenlijk de combinatie veel bombastische, heavy filmmuziek met hele rustige passages. Dat komt samen in Epica, dus vandaar ook een akoestisch stuk en een metal stuk. Oké, nou, dat elektrische verhaal kan ik me voorstellen, want dat is Epica vooral. Ja. Maar waarom kom je met een koor en met strijkers in het elektrische gedeelte? Ja, om het nog maar moeilijker te maken. Ja, dankjewel. Maar ja, dan is alles echt live. Dit is... Ja, liver kun je het niet krijgen, zeg maar. Hoe spannend is het voor jullie? Heel erg spannend. Ja? Ja. Jullie zijn nu de strijkerspartij aan het doornemen met de band. Ja. Hoe moeilijk is dit? Of is het allemaal al voor ingestudeerd?
Dit is gewoon wat de strijkers zelf nu op dit moment van blad af zijn aan lezen. Ja. En dat is allemaal uitgeschreven. Dus, en het zijn professionals, dus die lezen alles rechtstreeks van blad af. Zijn jullie ook professionals? Niet zo professioneel. We hebben iemand van de conservatorium in de band. Ja. Hij gaat ook nog conservatorium doen, de drummer. Ja, Jeroen. Maar ik zelf kan geen noot lezen. Nee, nee. Dus ik moet alles uit mijn hoofd doen. Maar dat is precies wat ik bedoel. Hè. Is dat moeilijk om met klassiek geschoolde mensen dit dan live te doen? Het zal blijken hoe de samenwerking verloopt. We hebben... Oh, ik krijg opeens heel hard op mijn koptelefoon iets. Maar... We hebben in de studio ook samengewerkt met professionele strijkers. En dat, die samenwerking verliep heel erg goed. Dus ik verwacht dat nu vandaag ook weer zo zal lopen. En hetzelfde koor hebben we al mee samengewerkt. En die zijn sowieso erg goed. Dus dan verwacht ik ook dat het lekker gaat lopen. Ja, wat is zo bijzonder aan het koor? Ze spreken niet Nederlands, Engels, Amerikanen. Ze komen uit Duitsland, begrijp ik? Ja, het zijn gewoon erg sterke zangpersoonlijkheden. En die hebben ieder voor zich al een hele mooie klankkleur in de stem. En als dat samenkomt, heb je gewoon een erg mooi koor. Ja. Dus dat is een kracht. Hè. Ik zei het ook al dat jullie het jezelf niet makkelijk hebben gemaakt. Het is een spannende dag vandaag. Ja. Je wil eigenlijk 4 disciplines in 2 uur tijd stoppen. Waarom zo moeilijk? Ja, we hebben 2 van de bandleden vroeger ook een topsport gedaan. Ad heeft hardlopen gedaan en ik heb zelf wielrennen. Ik kreeg weer even wat tussendoor op mijn koptelefoon. Ja, wat werd er gezegd? Strijkers en band willen ze hebben. Oké, strijkers. Dus ik denk dat we even moeten gaan rocken. Jij een heel klassiek geschoolde zangeres bent. Is dat ook zo? Ja, niet klassiek geschoold in de zin dat ik op conservatorium zit, maar ik heb wel 2 jaar klassiek zangeres. Heb je wel eens als een normale popzangeres gezongen? Nou, kun je ook liedjes zingen van James Taylor, Carole King, The Beatles, The Stones? The Beatles, ja, Yesterday. Mijn vader speelde altijd op het keyboard, een beetje minder en zo. Maar toen ik 14 was, heb ik een jaar pop jazz zangeres gehad, maar toen moest ik nummers zingen van Mariah Carey en Janet Jackson en dat lag me toen toch nog niet zo heel erg. En nu wel? Ja. Ja, echt waar? Ik heb mede doordat ik de band Nightwish heb ontdekt, had ik toch zoiets van ja, die combinatie. Ik hield wel over rockmuziek van Silverchair, Radiohead en Deftones en zo. En ja, die combinatie met klassiek vrouwenstem erbij, dat leek me zo mooi. Dus voor mij was dat al de droom. Dus, het is een droom die uitkomt uiteindelijk. Ja. Maar ik ben nu wel meer bezig met ook popmuziek en ja, jazz heb ik nooit zo leuk gevonden. Hoe zou je jullie muziek eigenlijk willen noemen? Is het nou popmuziek? Is het rock? Is het echt gothic, gothic, gothic? Of? Ja, het is klassieke metal, zo kan je het een beetje omschrijven. Ik weet niet echt wat nou de omschrijving van gothic is, omdat er heel veel bands onder vallen. Maar het is gewoon snoeiharde riffs met filmmuziek erbij en Arabische invloeden. En wat klassiek zang erbij, het koor erbij. Dus. Maar het heeft ook hele rustige momenten. Heeft het feit dat jij een slang? Ja. Heeft dat toch iets te maken met de muziek die je zingt of niet?
dit heb ik gekregen van een fan. Dus het heeft wel met de muziek te maken. Voor mijn verjaardag. Ze heeft zelf ook, ze heeft hetzelfde kettingje nog voor haar gekocht. Maar ja, op het cover van het album staat ook een slang. Maar dat was niet echt met voorbedacht raden gedaan. Dat was gewoon meer een idee van de designer. En wij hadden zoiets van, ja, slang is een heel mooi beest. Het paste gewoon wel bij het plaatje. Ben je iemand die zich heel erg nauwgezet aan de voorbereidingen en de gewoontes van een goede zangeres houdt? Ja, ik ben nog altijd lerende en zo. Ik zal niet zeggen, ik ben wel zangeres op het moment van beroep, maar nog niet professional zoals die van het koor die echt een studie daaraan hebben gewijd. Ik ga in ieder geval niet naar het conservatorium, maar ik zal door blijven gaan met zingen en zanglessen volgen, zoveel mogelijk zangles. En daarnaast een andere studie doen, maar probeer genoeg te slapen, gezond te eten, snoepen, dat kan ik helaas niet laten. Ken je de beperktheden of de mogelijkheden van je eigen stem? Nou, omdat ik nog erg jong ben, 19 dus, mijn stem is nog niet volgroeid. Op het moment ben ik een mezzo-sopraan, maar toen ik net begon was ik erg goed in het zingen van lage noten. Maar nu verschuift dat dus. Dus het kan zijn dat ik opschuif naar een sopraan. Maar ik ben van mening dat je nog nooit, in ieder geval leren, dat blijf je doen tot aan je dood. Dus dat zal ik ook doen. Ik wil ook heel graag leren. Wat mijn beperktheid is voor mijn stem, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat ik mijn stem mooier kleurt wanneer ik klassiek zing dan pop. Dus misschien omdat ik nog niet gewend ben aan een popsound voor mijn stem, of dat ik heb er nog niet van leren houden. Een klassieke stem heb ik wel geaccepteerd. Wat is het leukste van deze band? Het leukste? Nou, ik moet zeggen, met een band ben je gewoon bijna dag en nacht bij elkaar. Dus het is belangrijk dat je goed met elkaar kan opschieten en dat je elkaar weet wanneer je iemand met rust moet laten. En we voelen elkaar heel goed aan. Op het podium is het gewoon altijd één groot feest. Er gebeuren altijd wel weer nieuwe dingen en er gaat ook wel eens weer wat mis. Maar als je daar de humor van inziet en niet na het optreden chagrijnig op de bank gaat zitten van dit is niet een leuk optreden geweest. We hebben gewoon heel erg veel plezier in wat we doen en daar ben ik heel blij om. En we willen ook allemaal heel graag en dat is heel belangrijk. That's the last part, the instrumental. Yeah, okay. Zeg Koen, zo'n koor bestellen, hoe doe je dat? Via de Gouden Gids? Als dat zou kunnen, dan was dat heel fijn. Maar het gaat via de. Dus dit mag gaan via de platenmaatschappij, wat hier nu staat. Maar dat koor was oorspronkelijk verzonnen door de producer in de studio, waar we de cd hebben opgenomen. En die heeft het al vaker met ze gewerkt, dus die kennen ze. Jij hebt het koor gearrangeerd, je hebt ook de koorpartij in de muziek van Epica geschreven. Waar moet een goed koor aan voldoen? Ze moeten qua stemmen bij elkaar passen. En ze moeten doen wat ik zeg. Of ben je er zo een? Nee, maar het moet gewoon goed klinken. Dan kun je me uitleggen wanneer een koor goed klinkt? Ja, ze zuiver zingen, maar waarom klinkt een koor goed bij Epica? Ja, dat heeft natuurlijk ook met de muziek te maken. Dat past er gewoon goed in. En het koor klinkt wat mij betreft goed als ze goede dynamische verschillen kunnen maken. Ik begrijp dat ze gespecialiseerd zijn in gospel. Is dat ook de reden waarom ze goed bij de muziek van Epica passen? Dat weet ik niet, maar ze zijn ook heel goed in klassiek. Ze zingen ook heel klassiek, maar we wilden niet per se een alleen maar klassiek koor, omdat dat vrij normaal is binnen de gothic. Dus de producer heeft ervoor gekozen om ook wat wereldlijke invloeden in te brengen, zodat ze van geluid kunnen wisselen per nummer. Dus soms klinkt het erg klassiek en bombastisch en dan klinkt het weer ingetogen en wat meer richting de popkant. Dus dat is denk ik het goede aan dit koor. En het fijne dat ze ook thuis zijn in andere stijlen. No Guangdong, TV, 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 TV
Melvin, I heard from Kuhn, who is the keyboard player in Epica, that you come from Germany, but you are American. I am American. Okay, how did you come to Germany? I came to Germany on a vacation, actually, from Italy. I'd done a job in Italy. I was dancing at the time, and I had been to Germany already as a background singer for Harry Belafonte. And I had fond memories of Munich, Germany, and I said, I'd like to visit Germany, Munich, Germany. I had fond memories. I came there, I had a week's vacation. Someone asked me if I would be interested to do a job as a model dancer type thing. I said yes. The money was good, and I stayed. The money was good, and I stayed. Now, who are the fellow choir members? Well, I know these two people better than I know these two people. Unfortunately, this fine young man is Previn Moore, and this beautiful, fine young lady is Bridget Fogel. Mm-hmm. And this is Lee Adolf and Georgina Chakos. And the five of you are all Americans, right? Yes. You have your base in Germany? Yes. What sort of work do you there? Always choir singing? No. Lee and I are doing a production right now together with 10 women. And we sing everything from pop to opera. And and I've known Previn. We studied together in school in Indiana, Bloomington, Indiana. And it's great to reunite friends and make new friends at jobs like this. Mm-hmm. Now, Bridget, how is singing with a band like Epica? They're known as a gothic band. Yeah. But it's great because they have a great mixture of pop and gothic and classical, and it's unusual and it's brilliant, I must say. I enjoyed this music. I enjoyed doing the studio session. I enjoy what we're doing today. So it's unusual, but it's good. Yeah. Really good. Yeah. It feels like strange to me, coming from Germany, being American, and being a singer on a Saturday with a Dutch band called Epica. Is that a wrong feeling by me? No, this is nothing unusual in our busy lives, because we're constantly coming in contact with different people, different kinds of music, different countries. So this is part of the norm for us. Right. Yeah. Now, I hardly dare to ask, but I heard by the band that you are all gospel based. You learn singing through gospels. Is that true? Not necessarily. We sing it, but we all come from different backgrounds. What's the most beautiful gospel that you know? Oh, God. there's a singer in America right now called Yolanda Adams, and I would pray to shine her shoes. This girl can sing, and she is filled with the Holy Ghost Spirit, and when she opens her mouth, you just cry, and all evil, bad just comes out of you. She's just gifted. Wow. That's who I love to listen to. They ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Thank you very much. Great. You guys don't want to hear any opera arias? All right. Are you finished now, or what? No, I have to write down the text for Céphaline. Yeah, but finished Eden, or? Yeah, I think so. Okay, I will. Just about. Get my sandwich. Dit is een drankje dat de zangeres toch helemaal niet mag hebben. We drinken niet, maar wel om even een beetje bij te zijn. Ja. Maar wat doe jij als je zingt? Door die jus, dat is... Als ik zing, ja, je mag eigenlijk helemaal geen chocomel of melkproducten. Dus geen chocolade of geen melk. En frisdrank met prik, dat is ook wel behoorlijk killing. Want dan krijg je meer slijm in je keel. En dan, dat zingt eigenlijk niet zo fijn. Ik ken zelfs onze vriendin Amanda met de blonde haren, die vindt chocola zelfs te fijn. En ik hoor dat Mark, zijn grunge, doet met chocolade. Ja, omdat hij, voor de grunge is het handig als je
als je een beetje slijm in je keel hebt, dan kan je een beetje rochelen, zeg maar, om het extra bruut geluid te geven. Dus dat hij zijn stem niet forceert, dat hij een beetje een beschermlaagje over zijn stembanden heeft. Dus lekker van slijm. Eerst moet je even een normale stem zien binnen te Ik ken het niet, als je een camera op mensen, dan ken ik je normaal. Doe een mist.